Vlaams Parlement TV blikt terug op het afgelopen jaar samen met 10 parlementsleden. 2023 was het jaar waarin grote internationale conflicten de actualiteit beheersten. Ook een jaar met veel spanningen in het Vlaams parlement en in de Vlaamse regering. Het ideale moment dus om een balans op te maken. En we blikken ook vooruit naar 2024, naar de moeder van alle verkiezingen. Dat doen we met Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf gekleurd hebben. Vandaag is dat Freya van den Bossen. Welkom, Freya van den Bossen van Vooruit. Als ik het goed heb, bent u in 2000 al op uw 25ste in de politiek gedoken, in Gent dan. Opgepikt, als ik het zo mag zeggen, door Steve Stevaert in 2003. Voor de eerste keer verkozen en meteen beland in de tweede Paarse regering van Guy Verhofstadt tot 2007. En dan van 2009 tot 2014 hier Vlaams minister. En sindsdien ja, gewoon parlementslid. Een stevige carrière. We gaan daar zeker op terugblikken als we eens vooruitkijken naar wat er volgend jaar te gebeuren staat, namelijk verkiezingen. Ja, Freya van den Bossen. U stelt me teleur, u gaat ons verlaten. Ja. Als dat zo gevraagd wordt. Mm-hmm. De partij dacht erover na om mij naar het federaal parlement terug te laten gaan. En ik heb gezegd dat ik dat wou doen, maar enkel als het was om ethische thema's te volgen daar. Omdat als er iets is waar mijn hart nog naar uitgaat, ja. Los van welzijn, onderwijs, de Vlaamse thema's, dan zijn het die ethische debatten. Ik denk aan euthanasie. Mensen met dementie die daar nog steeds geen recht op hebben, bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar nog heel veel vooruit gaan kunnen boeken. En ja, toen ik wist dat ik dat ging mogen doen, heb ik ja gezegd. Ja. En terug naar de Kamer waar u begonnen bent eigenlijk. On revient toujours à ses premiers amours. Hoewel dat mijn eerste liefde was Gent, natuurlijk. Ja, hoewel dat niet altijd goed afloopt. Ja, dat zien we nog wel, maar ja. Het is intussen al van 2003 geleden dat ik daar verkozen ben. Oost-Vlaanderen natuurlijk een heel belangrijke kieskring, naast Antwerpen uiteraard, waar de grote kopstukken meespelen. En ja, de verhuis had misschien ook wel te maken met het feit dat Conor Rousseau de Vlaamse lijst dan wel ging trekken. Ja, daar moet er wel wat geschoven worden natuurlijk. En dan moet ik u helaas de Conor-vraag stellen. Hè. Wat denkt u zelf? Wat ik denk is, het hebben niet anders kunnen dan Conor nu de tijd geven om te weten hoe hij zijn eigen toekomst ziet. Ja, want het gaat natuurlijk, het is een politieke vraag, maar het gaat ook over een mens. Ja, het is waarschijnlijk een zware klap geweest, dat kan niet anders. Absoluut, absoluut. Als mens die jarenlang zijn hele leven heeft echt georiënteerd naar de politiek. Ja, dan dit meemaken. Je hebt de tijd nodig om te weten, wil ik dit opnieuw doen? Zo ja, op welke manier wil ik dit doen? Kan ik dat opbrengen? Zie ik dat nog zitten? En pas als die vraag is beantwoord, kunnen we als partij nadenken, oké, op welke manier dan? Wat betekent dat voor onze lijstvorming ook? We hebben alles een beetje on hold gezet in Oost-Vlaanderen. In andere provincies zijn we verder gaan met lijstvorming. Oost-Vlaanderen zal nog een aantal weken moeten wachten. Ja. U kent het zelf ook, u bent heel jong begonnen, heel vlug. Als een komeet door de hemel geschoten. En ja, u weet ook hoe vlug het gedaan kan zijn en hoe diep iemand kan vallen. Hè? Zeker, ja. Je wordt de hemel ingeprezen. Je schiet als een pijl omhoog in de populariteitspols. Tot er een keer iets gebeurt. Hè? En het gaat alleen nog maar daarover. Ja. En dan kunnen de dingen plots heel hard keren. En dat is schrikken, absoluut. Ja. En het is belangrijk dat je weet dat er mensen rondom jou blijven staan die jou helpen om staande te blijven in zo'n storm. Is dat niet tegelijk het risico dat men zoveel inzet op één persoon die het dan ook allemaal alleen moet doen? En het minste dat er dan gebeurt, ook door tegenstrevers die daar natuurlijk handig gebruik van proberen te maken, ja, dan is het over en uit soms. Hè. Conor was natuurlijk het gezicht van Vooruit. Maar het is een misvatting om te denken dat hij gewoon een populair gezicht was. Hij heeft die partij van binnenuit sterk hervormd. Onze studiedienst is heel erg zwaar bemand geworden. Onze provinciale structuren zijn afgeschaft. We zijn een partij met slagkracht geworden, waar iedereen met één stem spreekt. We zijn opnieuw een team. Dat is ook zijn verdienste. Dus
We weten waar we inhoudelijk voor staan. We zijn moeilijke thema's niet langer uit de weg gegaan. Dat is een lange traditie van mijn partij om die zo wat terzijde te schuiven. Conner heeft dat niet gedaan. Dus wij doen dat met z'n allen ook niet meer. Ja. En dus denk ik, dat is de reden ook waarom onze partij niet vertwijfeld achterblijft nu. Waarom we met vertrouwen en met Melissa op kop op dit moment toch naar die verkiezingen kijken. Opnieuw weer een heel jonge vrouw die die hele zware last op haar schouders moet dragen met ook weer alle risico's van dien. Hè. Ik herhaal het, u kent het zelf beter dan wie ook, denk ik. Die natuurlijk wel ook gestut en gesteund wordt door veel figuren, waarvan een aantal met heel veel ervaring. Ik denk aan Frank en Caroline in de federale regering. Ja, dat zijn sterkhouders van weleer. Dus ik denk een goede combinatie, sterk team, nieuwe mensen, mensen die er al een tijd zijn, dat wel kan werken. En Melissa is een goed voorzitter. Zij is op dit moment de juiste vrouw op de juiste plaats. Oké, we gaan zien wat het allemaal wordt. Ook in Gent, waar u nog een rol gaat spelen volgend jaar. Boeiend, laten we even achteruitleunen en kijken naar de rest van de wereld. Want daar is het vorig jaar ook alles behalve vrolijk aan toegegaan natuurlijk. Ja, Rusland-Oekraïne, de oorlog in Israël op de Gazastrook die daar wordt uitgevochten. Vreselijke dingen waar heel veel mensen zich ook bijzonder veel zorgen over maken. Hè? Want dat hebben we lang, lang niet meer van zo dichtbij bijna meegemaakt. Ja, zeker. En ook de aard ook van die oorlogsvoering. Hoe Israël journalisten, hulpverleners, burgers, kinderen gewoon bombardeert in een vorm van totale destructie en niet gewoon op zoek gaat naar de terroristen die mensen hebben ontvoerd op dat festival en hebben gemarteld. Nee, maar echt een hele bevolking willen wegmaaien. Dat is decennia lang natuurlijk niet gezien. Ze beweren natuurlijk wel dat ze de Hamas-strijders willen elimineren, om het deftig uit te drukken. Ja, dat zal dan wel ondertussen door. Er zijn tienduizenden mensen, tienduizenden onschuldige burgers. Misschien zal er hier of daar een keer een strijder tussen zitten. Niemand gelooft dat dit een gerichte actie is om terroristen te grijpen. Dit is gewoon een grove schending van humanitair recht, waarbij niemand nog veilig is. En je kan dat enkel ten strengste veroordelen. Ja, want officieel, België neemt er al standpunt in. Wij steunen natuurlijk Israël aan de ene kant, roepen wel op tot een staakt het vuren aan de andere kant. Dat is geen gemakkelijke positie om in te nemen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan uw collega Caroline Genet, die daar dan kerstvers minister meteen moet induiken. Maar die wel van in het begin heel duidelijk is geweest en de kant van de slachtoffers heeft gekozen. Mm-hmm. En gezegd dat schendingen van humanitair recht niet kunnen. Ook opnieuw de twee-staten-oplossing naar voren heeft geschoven. Hier moet een duurzaam einde komen aan dit conflict. Oké, tijdelijk staakt het vuren om zoveel mogelijk levens te redden. Ondertussen proberen diplomatiek daar wat druk op uit te oefenen en te zien wat we kunnen doen. Maar ja, je moet echt een oplossing voor dat conflict vinden, zorgen dat het niet opnieuw kan gebeuren. En wat natuurlijk met al diegenen die dan zeggen, maar als je zo naar de Palestijnen kijkt, dan word je bijna verweten om lichtelijk antisemitisch te worden en niet te kijken naar de belangen van de staat Israël, van het Joodse volk dat daar ook leeft. Ja, maar wat ik gerust wil begrijpen, is dat je moet kijken naar een oplossing die ervoor zorgt dat elke burger, aan welke kant, van welke grens hij ook woont, een vreedzaam bestaan kan leiden. En dat correct is voor alles en iedereen. Maar wat je nooit mag goed vinden, ongeacht vanuit welke richting die aanvallen komen, zijn die grove schendingen van humanitair recht. Het zijn gewoon want zo lijkt het wel, doelgerichte aanvallen op burgers, op journalisten, ziekenhuizen bombarderen. Dat zou toch een plek moeten zijn waar je veilig bent, verzorgd wordt. Dat kan je ongeacht wie zo'n actie onderneemt, je kan dat enkel veroordelen. En ik vind het heel jammer dat er een aantal mensen zijn die dan zeggen, dat lijkt dan precies op antisemitische gevoelens. Alles behalve, het gaat over Netanyahu, zijn extreemrechtse regering, die beslist om onschuldige mensen zomaar te doden. Ja. Zomaar. Die oproep tot het staakt het vuren onmiddellijk hier en nu staat in schril contrast in een zekere zin met wat we over de oorlog Oekraïne-Rusland zeggen, want daar blijven we Oekraïne maar bewapenen in de hoop dat Oekraïne die oorlog gaat winnen. Dat is een totaal andere situatie. Of zou het daar ook beter zijn om ermee te stoppen?
Ja, er gaan steeds meer mensen natuurlijk denken in de richting van ja, wat voor oplossing zou je hier moeten proberen vinden om deze oorlog te stoppen. Hè? Maar we zijn daar de acties die gebeuren en probeert Oekraïne zo snel mogelijk te laten toetreden tot de Europese Unie, omdat dat ook laten we zeggen dat vrede een van de voornaamste verwezenlijkingen is van die Europese Unie, die we hier en daar soms ook eens iets verwijten en weinig daadkracht en slagkracht laten zien. Maar vrede heeft zij wel gebracht. En dus denk ik dat Oekraïne inderdaad deel laten uitmaken van die Europese Unie een belangrijke stap is. Verder, ja, humanitair veel hulp daarvoor zien. Einde brengen aan die oorlog. Maar goed, als men wist hoe men dat kon doen. Ja, natuurlijk. In de dreiging vanuit Rusland. Poetin die weer ja, de toekomst voor zijn voeten ziet liggen natuurlijk. En ja, we horen nu ook al van, we moeten ons gaan bewapenen. Want wie weet, we zitten wel een paar stappen verder richting Europa. Moeten we het zo somber allemaal inzien? Ja, wel. Je zou kunnen denken dat we het zo somber niet moeten inzien. Anderzijds zijn er toch wel op wereldniveau een aantal mensen niet aan de macht. Zijn. Die al erg gekke dingen hebben gedaan. Dingen waarvan ik denk, hoe haalt iemand het in zijn hoofd? En je ziet dan ook weer helaas aan de overkant van de oceaan in de Verenigde Staten dat Trump een taal gebruikt die door de nazi's is gebruikt geworden om op campagne-meetings mensen warm te maken voor zijn toekomstige kandidatuur om opnieuw president te worden. En dan denk je, hier zijn weer zoveel honderdduizenden mensen voor aan het applaudisseren. Hoe kan dit in godsnaam? Dus ja, ik schrik van niet zo heel erg veel meer. De vredesduiven en de haviken die de oorlog prediken. Goed, laten we terugkeren naar het Vlaamse niveau. En dan werpen we meteen de blik op wat de Vlaamse regering allemaal uitgespookt heeft. Hè. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Te laat, te laat. Dat ga jij niet bepalen, hè. Dat ga jij niet bepalen. Dat ga jij niet bepalen, hè. Ik wil vandaag als minister kijken naar de toekomst. Hoe we de strijd tegen dit virus verder zullen aangaan. Er is een kindje overleden. En nochtans, meneer de minister, was u gewaarschuwd. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. In het stikstofakkoord zijn wij het voor alle duidelijkheid nog niet eens. Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Dames en heren, bij brief van 8 november 2023 heeft de heer Bart Somers ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Er is een stikstofakkoord. Er is weer perspectief. U heeft zelf deel uitgemaakt van een regering. U weet hoe moeilijk het is, hè? Hard tegen onzacht, mensen tegen de muur kwakken. Zeker, ja. Ja, en dat was dan een uitspraak van Hilde Krevits naar aanleiding van het uitblijven van een stikstofakkoord. Ja, een van de moeilijkste dossiers van deze regering, blijkbaar. Ongetwijfeld. Maar ik denk dat het niet alleen ging over hoe moeilijk het is om dat dossier op te lossen. Het ging ook over de wens van CD&V om zich opnieuw te profileren als partij die ergens grenzen trekt en lijnen uitzet. In dit geval dan voor de boeren. Ja. Na een aantal desastreuze peilingen. Ja. En ik denk dat soort politieke factoren. Ik vind dat heel jammer natuurlijk dat soort factoren dan meespelen in het wel of niet oplossen van een dossier. Maar partijen die lijnen trekken, als je in een regering zit, je wil je standpunten erdoor krijgen, ja, dan moet je af en toe de hakken in het zand zetten. Hè. Ik denk dat elke partij bij een regeringsonderhandeling recht heeft op een aantal absolute vragen. Hè. Voor ons zullen dat vragen zijn rond koopkracht voor de mensen, consumentenbescherming, zorg voor kinderen en jongeren in onderwijs en op andere manieren. En dat je dan een aantal dingen moet kunnen binnenhalen, zoals we dat dan noemen. Ja. Echte kernpunten, zodat jij ook weet, ik zit er iets te doen in deze regering. Andere partners laat je ook zo'n punten binnenhalen. Ja. Dus iedereen mag scoren bij wijze van spreken om beurten. Ja. Absoluut. En je zorgt dat het één logisch geheel vormt. Maar als je en cours de route in een regering op een dossier stuit waarvoor die geen duidelijke afspraken rond zijn gemaakt, dan werk je samen, los van eigen profileringsdrang, en dan los je het op. Ja, en zo zijn er wel een paar dossiers geweest waarvan men blijkbaar ontdekte van oei, we hebben dat niet goed onderhandeld en nu moeten we dat holder de bolder proberen op te lossen. Is Jan Bon volgens u een sterke regeringsleider? Ik durf niet te zeggen of hij een sterke regeringsleider is of niet. Ik vind wel dat deze regering niet echt uit de verf komt, dat er weinig visie uitspreekt. Mm-hmm. Hè. Je zou kunnen denken, goed, een hoopje rechtse partijen bij elkaar. Ja, ideologisch zaten ze zogezegd heel dicht bij elkaar. Dus die zullen zich elkaar dan wel makkelijk vinden. Mm-hmm.
Maar ik heb eigenlijk heel weinig gezien dat zo'n ploeg bindt. Ik heb veel geruzie gezien, redelijk wat stilstand. En vooral natuurlijk, ik heb welzijn gevolgd. Dat is een domein met stilstand bij uitstek, al meer dan 20 jaar. Maar eigenlijk ook onderwijs. Ik vind dat Weitz heel weinig heeft bewogen daar. Dus deze regering ja, had, denk ik wel... vooraf gedacht veel te kunnen doen. Ja, maar ik vind niet dat er veel is veranderd. Want we zeggen het, deze regering hangt ideologisch zogezegd goed samen. Hè. Partijen die rond het centrum bungelen. En dan verwijt ze vaak aan Vivaldi. Daar liggen de standpunten nog verder uiteen. Ja, blijkbaar is het één niet een garantie voor een stabiliteit van een regering tegenover het andere. Hè. Zeker niet voor stevig beleid. Als je kijkt naar die Vivaldi-regering, akkoord geen schoonheidsprijzen uit te delen hè, voor samenhorigheid. Maar koopkracht is best beschermd van alle landen in de Europese Unie. Dat heeft de regering toch maar gedaan, denk ik dan. De Vlaamse regering zal dan zeggen, wij hebben de begroting op orde, we hebben alles onder controle. Ook dat is een goede zaak natuurlijk, waar ze mee kunnen uitpakken. Wel, op papier, ik ga verder niet te veel ingaan op die discussie, maar als je dan ziet dat ze 275.000 bustrajecten hebben afgeschaft, 3.000 haltes hebben afgeschaft, en tegelijkertijd zeggen ze, we gaan wel dat geld geven aan de mensen die 40.000 euro over hebben voor hun auto. Die krijgen 5.000 euro van ons voor niets, want leven die elektrische auto. Maar we pesten iedereen uit de bus, uit de tram. Er is geen alternatief voor mensen die niet met een vervuilende auto willen rondrijden. Maar we kunnen niet streng genoeg zijn op leszones. We geven premies aan mensen die al heel veel hebben, die het niet nodig hebben. Dat lijkt allemaal een beetje onlogisch. En voor andere mensen is er geen alternatief. Er zijn steeds minder bussen die steeds duurder worden. Dan denk ik, ja, misschien is het wel visie. Misschien is dat echt een idee, een heel liberaal idee, om alles wat collectief is dan toch maar kapot te maken. Ja, wat ze vaak zeggen, wij doen het voor de mensen die werken, die hard werken, die sparen, die willen we belonen. En de rest, ja, degene die dan in niet kunnen werken of niet willen werken, ja, die gaan we niet pamperen. Hè. Niet pamperen. Die mensen die hard werken, denken zij nu echt dat die mensen die elke dag gaan werken als kinderoppas bijvoorbeeld, als leerkracht, dat die 40.000 euro kunnen betalen voor een auto? Denken die dat echt? Nee, die kunnen dat niet. Die hebben vaak al lang een auto. Moeten die eventueel wegdoen omdat er allerlei normen worden opgelegd en enkel mensen met veel geld nog ergens kunnen binnenrijden? Hebben helemaal geen bus meer die hen praktisch van het ene naar het andere punt brengt. Ik denk dat zij een beetje in een andere realiteit leven. Ons loon is niet de norm. Mensen verdienen een heel pak minder dan politici. En misschien moeten ze eens gaan kijken... Ah ja, dat vergeten er misschien te veel. Ah, dat denk ik wel, ja. Dat is een heel comfortabel bestaan. En ik vrees dat velen denken iets te doen dat voor de middenklasse is, maar eigenlijk enkel en alleen de heel begoede mensen tegemoet komt. Privilege. We zijn goed op dreef. Het vuur zit er nog in, geloof ik. En dat gaan we misschien zien bij het fragment dat u zelf gekozen heeft naar aanleiding van het ontslag van Wouter Beke. Er is een kindje overleden. En nochtans, meneer de minister, was u gewaarschuwd. Ik heb na 2 jaar aandringen in het parlement, meneer de minister, waarbij u ons stemmingmakerij heeft verweten en de sector opzetten, heb ik nog 1 vraag over. 1 grote vraag in de eerste plaats. En dat is, gaat u uw politieke verantwoordelijkheid nemen na zoveel schandalen? Het is eigenlijk heel simpel. Hè. Ofwel zijn ze veilig en dan zijn crèches open, ofwel zijn ze niet veilig en dan zijn ze dicht. Weg met de laksheid, weg met het amateurisme, weg met de onverschilligheid van uw beleid. Dames en heren, bij brief van 16 mei 2022 heeft de heer Wouter Beke met ingang van 16 mei 2022 ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Bijgevolg verklaar ik de heer Jo Broens verkozen tot lid van de Vlaamse regering en overeenkomstig artikel 62 van voormelde wet nodig ik hem hieruit vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om in mijn handen de eed af te leggen die luidt als volgt. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. En wie niet gehoorzaam is, ja, die vliegt eruit. Hè. Dat was toch een dramatisch moment, dat ontslag van Wouter Beke. Ja, en wat ik daar zo pijnlijk aan vind, is dat het... het ging eigenlijk over zijn, voor mij, voor zijn gebrek aan luisterbereidheid en openheid om te zien waar zich problemen voordoen en hoe je die eventueel kan aanpakken. Ook als je in de oppositie zit, je bent er niet per se op uit om een minister ontslag te laten nemen. Nee, want bij sommigen lijkt dat zo te zijn, van we willen een scalpel aan onze gordel en dan hebben we goed gewerkt. Voilà. Om die reden hebben wij zelf ook nooit ontslag gevraagd. Daarmee los je niet veel op.
Maar wat ik wel heb gemerkt, is dat het heel moeilijk is geweest, zowel bij Van Deurzen als bij Wouter Beke, om hen gewoon met enige openheid te laten kijken naar de dingen binnen welzijn die fout liepen. Nog voor corona uitbrak, heb ik als allereerst parlementslid een vraag daarover gesteld. Toen was het nog een illustre virus in Wuhan en ik weet nog heel goed dat de commissie zei van kijk, je weet maar nooit wat het wordt. Het zou wel ook eens tot hier kunnen komen. En als je kijkt naar norovirussen, darmvirussen in de ouderenzorg, dan merk je dat mensen heel snel besmet geraken. Denkt u dat u er klaar voor bent mocht er zo'n agressief virus komen? Ik ben een beetje uitgelachen in de commissie. Er werd heel lacherig over gedaan. Het antwoord was ja, natuurlijk zijn we klaar. Te vroeg gelijk krijgen is ook altijd een cadeau natuurlijk. Het punt is eigenlijk dat elke keer opnieuw als wij zoiets aanhaalden, iets waarvan we dachten, dit zit niet helemaal goed, dit kan beter. Of het niet ging over jeugdhulp of ouderenzorg in de crèches, dat het werd weggehoond, weggelachen. Ja. Dat was een soort van arrogantie van te lang op diezelfde stoel te zitten, denk natuurlijk. Ik. Wouter Beke zat er natuurlijk ook nog niet zo lang. Hij had zichzelf als, enfin, u kent het ook, hè, had zichzelf als partijvoorzitter in die regering geduwd. Misschien was dat ook niet de beste zet. Wouter Beke was een goed partijvoorzitter, daarom ben je nog niet per se een goed minister. Puntje. Het is voor mij moeilijk om te zeggen, maar wat mij wel opviel is dat als je bijvoorbeeld spreekt met Hilde Krivits, dan op zijn minst heb je de indruk dat er een bereidheid is om te luisteren, om na te denken over of wat je aanbrengt, of ze daar iets mee zijn. Want kijk eens, oppositie kan natuurlijk staan roepen in het parlement, maar dan houd je het geen 10 jaar vol. En dan raak je uitgeblust. Dus je wil eigenlijk dat er iets gebeurt met de suggesties. En pakt bijvoorbeeld Hilde Krivits het nu beter aan dan Wouter Beke, volgens u? Met veel meer openheid. Ja. Toen het ging over internationale adoptie bijvoorbeeld, en aan het licht kwam dat er kinderen werden gestolen, verkocht, elders en hier dan aangeboden werden aan ouders, nietsvermoedende wensouders. Ja. En ik heb voorgesteld om een pauze in te lassen en alles grondig te onderzoeken. Je hebt ze initieel nee gezegd, maar daarna heeft ze toch beloofd om een en ander te bekijken. Ja. En dat heeft ze nu gedaan. En dat is maar een andere ook het gevoel, qua ingestelde, hebt u dan ook het gevoel dat, meer dan de oppositie, dat men ook wel luistert naar leden van de oppositie en dat we ook wel oppikt? Zelden. Zelden. En dat vind ik zo lastig. Maar soms wel. Bijvoorbeeld heeft Hilde Krivits wat meer geld voorzien voor jongeren in jeugdhulp die in crisissituaties zitten. Maar kinderen die een veilige plek nodig hebben thuis, die wachten nog altijd 3-4 jaar op die veilige plek. En ondertussen blijven die thuis mishandeld worden. En ik zeg dat al 10 jaar zonder overdrijven. Ja, want dat is een accumulatie van jaren natuurlijk dat je niet ook met één vingerknip kan oplossen uiteraard. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik zeker. Maar soms zou je wel willen als oppositie dat ze gewoon vaker zeggen, misschien zit hier een punt in, misschien is het helemaal niet zo ideologisch van aard. Bijvoorbeeld in onderwijs zou dat ook helpen. Mm-hmm. Dat we met z'n allen eens kijken daarnaar, neem nu dat rapport van Wijzen. Ja. Kunnen wij dit niet allemaal samen realiseren zonder daar ideologisch gek over te doen, ons te profileren, gewoon een keer iets samen. En dat rapport leent zich er wel toe, denk ik. Daar staan nu geen schokkende dingen in waarvan partijen zouden kunnen zeggen dat gaan we nooit willen doorvoeren. Ik hoop dat dit inderdaad niet opnieuw in zo'n soort van tegenstelling belandt van wie zit nu op die stoel op dit moment en wie op die stoel op een ander moment. Als iedereen samen nu eens zegt, het is in het belang van ons allemaal, van onze maatschappij, van deze kenniseconomie, dat onze kinderen goed worden opgeleid, laten we dit samen doen, dan kan je op korte tijd, op een paar jaar tijd, veel aanpakken. Ja. Zodat we wat nieuwe politieke cultuur kunnen genereren, in een zekere zin, dat die domme tweedeling, meerderheid-oppositie, dat men dat ook eens doorbreekt en zegt, nee, als er goede dingen zijn, steunen we het. En ook vanuit de oppositie, die pikken we op, maar het gebeurt nog te weinig waarschijnlijk. Ik denk het wel. Ik heb het eigenlijk altijd zo proberen doen. En ik heb er zelf ook veel aan gehad. Ik heb voorstellen gekregen vanuit alle hoeken, hè, zelfs van de kant van Lijsten Dekker, weet ik nog, destijds, waarvan ik dacht, het klinkt wel als iets dat we kunnen onderzoeken. En dan deden we dat ook. Ja. En ik denk dat dat een correcte manier zou zijn van aan politiek doen. Gewoon zien, wat kunnen we allemaal samen betekenen voor de maatschappij. Het lijkt interessant, laten we het eens onderzoeken in plaats van het zomaar, omdat het van de oppositie is van tafel te Absoluut. Weten. En omgekeerd, als de meerderheid iets goed doet, zeg nu, die Oekraïne-crisis is vrij goed opgevangen, ook door de Vlaamse regering, wat huisvesting betreft, wat onderwijs betreft. Dat wij ook dan de grootheid hebben om te zeggen, dat hebben jullie goed gedaan. Ja, oké. Af en toe gebeurt dat dan toch nog wel. Hè. Wij hebben uiteraard ook een fragmentje voor u gekozen. En daar hoort dus een pakketje bij, een cadeautje. En dat staat daar naast u. En dan zouden we graag hebben dat u dat openmaakt, uiteraard. Oké. En dan kijken wij vol spanning toe. Ik ben heel benieuwd. Hoe bedreven u bent in het openmaken van pakjes? Ik probeer het hier iets voorzichtiger te doen dan ik het misschien
thuis zouden doen. Psychologische testen. Goed ingepakt? Ja, uiteraard. Zo'n schutbol was. Een theelichtjesvogelhouder? Ja, het zijn vleugeltjes. Hè. Moeilijk te herkennen van een engeltje. Zou je er kunnen inzien. En het zal u duidelijk worden. We gaan kijken waar we het over hebben. Ik ben benieuwd. Een jongen van 9, mevrouw, is er zodanig zwaar mishandeld dat hij de dood vond en dan ja, maandenlang niet eens is gemist. Dat betekent op zijn minst dat dat een kind was dat heel erg onder de radar is kunnen blijven. Een gezin wellicht dat ervoor heeft gekozen ook om onder de radar te blijven, om zich te isoleren, om zo weinig mogelijk linken te leggen naar deze maatschappij. Laat staan naar overheidsdiensten. En dat gebeurt wel vaker. Zo'n gezinnen zijn er, en zeker in grootsteden, slagen zij er soms in om quasi onzichtbaar te blijven. Maar de vraag is, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat minstens die kinderen, want die kenden we, die liepen een tijdje school, dat we minstens die kinderen kennen, dichtbij kunnen houden, dat we kunnen aanvoelen wat zij nodig hebben, dat wanneer kleine signalen zijn, dat misschien niet alles goed loopt, dat we sneller kunnen ingrijpen. En dat is geen vraag waarvan ik verwacht dat u daar zomaar alle antwoorden op heeft. Maar dat is wel iets waar we de antwoorden op moeten zoeken, want zo zijn er nog kinderen. Er zijn nog rouws, we weten dat. Er zijn nog rouws, we weten dat. Ja, er zijn wel ontzettend veel, duizenden per jaar, kinderen aangemeld voor een veilige plek, omdat ze thuis mishandeld worden, ja. Verwaarloosd worden, heel ernstig, en die nergens een plek vinden. Die, als je ze nu op een wachtlijst zet, ik heb zo eens moeten bellen voor een meisje, minderjarig en geen dak boven het hoofd. Buitengezet thuis nadat ze 3-4 jaar van school was weggehouden door ouders, en dat was onopgemerkt gebleven. Mm. 3-4 jaar van school en ja. Niemand merkt dat. En niemand ook heeft dat het is iets gemerkt of gemeld. Ja. Ja. En ik weet nog heel goed, het was het einde van het jaar en ik bel en ik zeg, ik heb een plekje nodig met een prior. Dat wil zeggen dat je dan prioriteit krijgt, dat je sneller ergens een plaats krijgt. En dat kind kreeg maar geen prior en ik werd kwaad. En ik vroeg hoe dat dan kon en wat er nog dringender zou kunnen zijn dan deze situatie. En dan zei die dame aan de andere kant van de telefoon, het spijt mij, maar voor dit jaar zijn mijn priors op. Dus dat werd zo ambtelijk benaderd, ja. Met quota en ja, jammer, voor dit kind is er niks meer. Ja. Ik heb de systemen moeten passeren om het kind ergens veilig een plek te kunnen geven. Er is nog altijd wel een achterpoortje, gelukkig dan, maar zo zou het niet zo zou mogen het toch zijn. Niet mogen zijn en ook in een welvarende regio. En ook niet wat u daar dan in Gent, enfin, wij allemaal in Gent hebben vastgesteld met dat kind Raoul, waarvan we dan ook de vraag kunnen stellen, u heeft het ook gesteld, ook in Gent, waar men dan toch, u zit daarmee in het bestuur, een soort sociale gevoeligheid zou veronderstellen. Maar wij zijn niet in staat om dat antennetje te vinden. Nee, en achteraf blijkt hier en daar was er wel iemand die zich wat zorgen maakte, maar dat is zomaar kunnen blijven duren. Dat kind is gestorven na ontbering, na mishandeling. Ja. Dus we moeten, en ik hoop dat u dat ook zag, ik heb daar geen grote aanval van gemaakt, nee, op minister Krivits. We moeten als samenleving wel nadenken, hoe kunnen wij goed zorgen voor elkaar. En wat moeten wij als politici doen om dan structuren daar te zetten die daar ook bij kunnen helpen? Want u stelt de vragen waar we ook niet allemaal onmiddellijk een antwoord op hebben, natuurlijk. Nee, maar een leerkracht bijvoorbeeld, stel dat die ongerust is en die zou weten, oké, ik kan bellen naar het vertrouwenscentrum en zij gaan dit echt ernstig onderzoeken, omdat ze weten, zo'n signaal vanuit een school, dat komt er niet zomaar. Mm-hmm. Dat kan al helpen bijvoorbeeld. Ja. Hè? We hadden onlangs een hoorzitting waar het blijkt dat zij heel wat aangemelde kinderen uiteindelijk niet verder blijven opvolgen. Maar kinderen die wel worden aangemeld omwille van vermoedens van zware mishandeling. Dus er zijn ook dingen die politiek kan doen. Maar daarnaast zijn er ook dingen die mensen, die wij met z'n allen kunnen doen om voor elkaar te zorgen. Ja, want mevrouw Krivits heeft nadien aangekondigd zo'n soort ingewikkeld woord, serious case review, van dat allemaal eens van naderbij te bekijken. We hebben ook allerlei agentschappen die daar moeten op toekijken.
Zit het te ver van de bron, zou ik bijna durven zeggen? Ja, en wat er vaak gebeurt, Vlaanderen is daar een kei, is ingewikkelde structuren opzetten en procedures en poortjes. Maar gewoon toelaten dat wat er in de praktijk gebeurt, dat daar oplossingen voor worden gevonden, dat er daar ook wat regels overboord gaan, gewoon dat we kunnen handelen, dat gebeurt niet. Vlaanderen is zo'n ingewikkeld kluwen van regels en administraties. Ik denk eenvoudiger, meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan de mensen op het terrein en we gaan veel meer op het spoor komen, veel meer kunnen doen. Ja, oké. Okay. Als ik u zo bezig hoor, dan denk ik, ja, hier zit de volgende Vlaamse minister van Welzijn, hè, als het een beetje meevalt. Hier zit iemand die naar het federale parlement vertrekt om er ethische thema's te mogen volgen, hopelijk. En ja, waar ik ook beland, ik ga wel proberen een verschil te blijven maken. Oké. Okay. Vandaar misschien die vleugeltjes dat ze mogen helpen om u veilig aan de overkant te laten vliegen. Bedankt voor het gesprek in ieder geval, Freya van den Bossen. Dank je wel.